LinkedIn Andy Bo Radio, Live FM 99.9. Un feliz fin de semana para vos, feliz weekend. Bon vini. Dembo espacio tan gustado de Brunch 99. A mitad y meata lluvia, un placer inmenso de porte ahí para presentar Brunch 99 en Abo. A ver, gusta ya viernes, 11 de enero de año 2019. Nos te carga con noticia, carga con información. Nos te veis también un invitado. Con nosotros conversamos con EAVE y nosotros contentos, nos hay una reacción mesora de parte del director de SZWay, señor Eric Braca. Está Habripa Papia, talk over la situación que presenta Inan con un cliente de Inan. Y aquí rato, nosotros conversamos con el señor Eric Braca, también director de SZWay. Él nos da una información también tocante de trabajo que SZWay está encargado con él y lo que está así. Promete que sí, la cami va a ir mesora también. Con el menú de restaurante Nampa Awe, Shanghai, bar restaurante, comida chinesa y también comida criollo dominicano, dando beef broccoli, beef cutlet, curry beef, galinha la parrilla, costilla la patilla, galinha cora, chow mein, mixed fried rice y comida criollo también, dando carcos toba, dando también colos toba, vacas toba, rabo de vacas toba. Galinhas toba, sperreps toba, piscasa, cabritos toba, botanha com arroz moro, banana. E especial de dia também da Spanish Fish, aí na Shanghai Bar Restaurant. Mas cabiris e via aqui na me Chachos Restaurant, aí meat, bom dia. Special de Chacho, aí da chicharrão de pisca com arroz, funchi of batata por $7. Também não tem Kate de smor com tutu. Ando manhã, Deus que tem Kate asa, carcos toba e piscasa, com tutu. Esa aquí en Chachos Restaurant, especialista de Platonan de La Man. Macabian Alta Gracia Grel Criollo. Esta situación en frente de oficina de Dr. Armelain. Ahora nantin Balchi de Drado, Baquillou, Tutu, nantin Galinha a la Brasa, nantin también Steak de Huella, Carcos Toba, Cabritos Toba, Pisca Mulato, Sopi Mondongo, Rabo de Vaca. Entonces mañana, Alta Gracia tin Yambo, Alta Gracia Grel Criollo. Dantinyan boy ori pa mayang. Andrew's Catering, su special jawe. Awe gute jabierne, nanting lasagna di carne y también pasta alfredo ku galinha. Eduardo sirvi ku salada, garlic bread. Y bomesa nanting hamburger, steak and cheese. Capsalon, tu resaginan na cerca nos amigo Andrew. Di Andrew's Catering na kaya Carpitan, 4782. 6357 pa bestelling. Ok, toma bon nota de ese. Dame tu nombre nunca que sale yera. Sorteo vega de número Corsau, sorteo vega de número Boneiro, mi tina pa bomesora. Den cabez 8048, prome premio. Edi dos premio 4336, 4336. Ante di tres y último premio 7561, 7561. Banco sorteo vega de número Boneiro. Sorteo vega de número Boneiro. Den cabez 2277 2277. Prome premio. E de dos premio 4771. 4711. Ante de tres y último premio 460046. Es nanga gana pa bien. Es nanga perde. Ahora porta cumpro ahora no por la capara. Bom dia, maneira nossa bisacaba, denha para uma parte aqui, nós temos um invitado a ver um tuco nós, e nós queremos chamar toco ele um bom vini, na nosso invitado de ave, que é diretor de SZWay, maneira nossa bisa, antes de ser social, zaken e werkgelegenheid, que é caibau de RCA, nós temos diretor, senhor Eric Braca, nota para uma bia, senhor Braca, e aqui bem cerca nós, um bia acaba, e nós queremos chamar bom vini um tuco nós, danke para aceptar a invitação. De heer Braca, welkom op 99.9 en het is niet de eerste keer, het is de tweede keer. Welkom bij ons. Dankjewel. Oké, het is heel goed dat u bij ons is gekomen. Dan krijgen we direct toch wel een reactie over sommige dingen die zijn gebeurd tussen klanten of mensen die gewoon de service ook gebruiken van de SZWay. Ik wil toch beginnen, SZWay. Het is goed dat u een kleine uitleg kan geven. Wat staat dat voor eigenlijk, de SZWay? Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een ministerie in Nederland en wij zijn de vestiging in de Cariben. Dus er zijn drie kantoren. Het grootste kantoor staat hier in Kralendijk. We hebben ook vestigingen op Saba en op Sint-Eustatius.
En wij werken met 34 mensen daar. En er zijn 15 regelingen die wij uitvoeren. Waaronder de onderstand, de kinderbijslag, de AOV zit bij ons. We hebben een arbeidsinspectie. En als je ziek bent, dan moet je naar de arts en die zit ook bij ons. Correct. De verzekeringartsen die zitten allemaal bij de SZW, die vallen ook onder de SZW. Klopt. Oké. Okay. Hoeveel verzekeringartsen gebruiken jullie, abonneren? Nou, we hebben één arts beneden, die heet dan officieel de controlerend geneesheer. We hebben natuurlijk wel vervanging op het moment dat hij er niet is. Maar er is één arts bij ons beschikbaar dagelijks. Dus mensen die ziek zijn, nou iedereen weet het, die komt dan met gele kaart bij SZW. Dus op de derde ziektedag. En ook als je weer aan het werk moet, dat is ook aan de arts om te kijken wanneer dat moment is. Oké, okay. Wat is de relatie tussen de SZW en de ZWK? Want soms dan doen de mensen het in de war, ze plaatsen de twee samen, maar jullie zijn eigenlijk niet samen. De SZW is helemaal apart van de ZWK. Dat is belangrijk dat u het lijkt. Ja, als je zo de afkortingen hoort, dan lijkt het misschien een beetje op elkaar. Nee, het zijn totaal andere overheidsinstellingen. De ZWK gaat over de zorgverzekering. SZW gaat over regelingen die ik net noemde. Eigenlijk raakt dat elkaar nauwelijks. Wat wij bijvoorbeeld wel eens doen, is in gevallen dat mensen onderstand hebben of een laag inkomen, dat ze via de bijzondere onderstand een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld het vergoeden van het trekken van kiezen en dergelijke. Dus dan lijkt het misschien een beetje dat het in die zorghoek zit. Mm-hmm. Maar we hebben echt een hele andere taak. En okay. We vallen ook onder een ander ministerie. Oké, okay. Dezelfde vraag ook. Relatie SZW Fundación Mariadal. Jullie doen zaken wel met Fundación Mariadal. Nee, Fundación Mariadal is gewoon het ziekenhuis van Bonaire. Apart van de SZW. Dat klopt, ja. Oké. Okay. Maar toen de problemen ontstonden, dan had wel SZW een rol erin. Dat klopt. In augustus was er een arbeidsconflict, dat is overigens nog steeds, met de vakbonden. Uh-huh. Toen dreigden er acties en toen heeft SZW vastgesteld dat er in de wet staat dat er dan verplicht bemiddeling moet plaatsvinden. Dat is niet bij alle werkgevers zo, maar wel bij de grotere werkgevers op de eilanden. En bij werkgevers die echt de sleutelrol in de samenleving vervullen, zoals een ziekenhuis. Dat is gedaan om te voorkomen dat het stakingsrecht heel erg de maatschappij kan ontregelen. Daarom is gezegd eerst praten voordat je naar dat middel kan grijpen. Dus wij hebben destijds gezegd, wij stellen een bemiddelaar beschikbaar die met partijen om tafel gaat zitten om te kijken of we eruit kunnen komen. Nou, dat is, hebben we laatst vastgesteld, niet gelukt. Toen hebben we ook gezegd, we stoppen met de bemiddeling omdat de directie van het ziekenhuis had besloten dat ze niet met de vakbond wilden praten. Uh-huh. Een beetje lastig bemiddelen als partijen niet aan tafel zitten. Dus toen is gezegd, nou, dat traject eindigt. Dus nu is het aan de vakbonden en aan de ziekenhuisdirectie om daar verder in te komen. Mm-hmm. Wij zijn daar geen partij bij. We hebben overigens ook nooit inhoudelijk iets gevonden van dat conflict. Dus het is ook niet zo dat SZW zegt, nou, wij vinden dat de vakbond gelijk heeft of de werkgever. Daar vinden wij niets van. Jullie hebben gewoon een neutrale rol. Ja, en we proberen ook te helpen. Dus zo'n bemiddelaar die probeert partijen op tafel te krijgen, maar ook te kijken van, goh, waar zitten nou de punten van overeenstemming en gaat het lukken om daaruit te komen? En het kan wel eens nuttig zijn, zeker als de relatie niet heel goed is, uh-huh, dat een bemiddelaar daarbij helpt. Oké, okay. Waarom vraag ik het? Want nu, we hadden het ook in het nieuws, de president van de AFBW, die heeft al de documenten die Mariadal nodig had ingeleverd. Maar het is status quo. Er gebeurt nog steeds niets. En daarom heb ik toch gevraagd. Ja. Hebben jullie informatie daarover? Of de situatie is hetzelfde gebleven? Ze moeten gewoon aan tafel met elkaar. Ik heb laatst gezegd, we stoppen met de bemiddeling. Want die betalen wij. En op het moment dat partijen niet aan tafel zitten, de bemiddelaars op het eiland, en er vinden geen gesprekken plaats met beide partijen, ja, dan vind ik dat weggegooid geld. Klopt. Dus dat hebben we vastgesteld. Ik krijg ook alle documenten. Ik heb ook gezien dat de registratie van de vakbond bij de Kamer van Koophandel, dat dat geregeld is. Het is dan aan de directie van de Fundación welke gevolgen ze daaraan verbinden. Op het moment dat partijen met elkaar in gesprek zijn en ze willen graag dat SZW helpt met bemiddeling, ja, dan zijn wij daartoe bereid. Okay. Maar wij kunnen mensen niet dwingen om aan tafel te gaan zitten. Dat zullen we ook nooit doen. Oké, okay. Dat is een heel goed belangrijk punt. We gaan over naar waarom u eigenlijk precies bij mij vandaag zit. We hadden een, laat ik het een klant noemen, die was niet zo blij, want die heeft een brief gekregen. Toegangsontzegging voor zes maanden. Maar ik heb begrepen, het is niet iets nieuws. Het is, jullie gebruiken die,
module. Als er iets niet goed gaat of niet een beetje ontevredenheid voor wat betreft gedrag en zo. Jullie zijn heel recht op dat punt met toegangsontzegging. Wat is de situatie met toegangsontzegging? Nou, ik moet allereerst zeggen dat komt bijna niet voor, gelukkig. Okay. Dus het is heel zeldzaam en we hebben heel veel klanten bij SZW. Iedereen die bij ons in de wachtruimte wel eens komt, die ziet dat. Dagelijks komen er tientallen mensen. Gaat gelukkig eigenlijk altijd wel goed. Wij vinden het wel belangrijk dat we duidelijke regels hebben. En wij zeggen, als je bij SZW komt, dan mag je op goede dienstverlening rekenen. Wij zijn klantgericht. We vinden het belangrijk dat je je goed ontvangen voelt. We willen graag tot dienst zijn. Wat wij terugvragen is dat mensen zich normaal gedragen als ze bij ons te gast zijn. Uh-huh. Ik vind het heel belangrijk dat onze medewerkers veilig kunnen werken. Wij nemen heel veel beslissingen over uitkeringen, maar een arts moet ook zeggen of iemand weer wel of niet aan het werk kan. En het komt best vaak voor dat iemand zelf vindt dat hij nog thuis moet blijven en dat de arts zegt, ja, je moet toch gaan werken. Mm-hmm. En dat vinden mensen niet prettig en dat snap ik ook heel goed. En je hoeft het ook niet eens te zijn met de beslissing van de arts. Wat ik wel verlang is dat je je gedraagt op dat moment. Mm-hmm. En schreeuwen, over tafels gaan hangen, dat soort gedrag. Ja, dat wil ik gewoon niet. Mm-hmm. Het is superbelangrijk dat de mensen die bij SZW werken, dat op een veilige manier kunnen doen. Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat zij de beslissing die zij nemen, kunnen nemen op basis van de zaak die voor ligt. En niet omdat ze zich bedreigd voelen, denken, nou, ik moet nu wat anders doen, want anders loopt het met mij niet goed af. Dat is niet hoe een overheid kan en moet functioneren. Dus die twee dingen vind ik heel belangrijk. We hebben die regels ook vastgelegd. We hebben een agressieprotocol dat we van toepassing hebben. Dus op het moment dat een medewerker bij mij werkt, meldt van ik voel mij niet veilig in die situatie, nou, dan pakken we het protocol erbij. Op het moment dat ik het ernstig genoeg vind, dan nodig ik mensen bij mij uit. Dus niemand krijgt een besluit van je mag niet meer komen zonder dat ze eerst een uitnodiging hebben gehad. Dat was in dit geval een beetje raar gelopen, want die meneer was telefonisch niet bereikbaar. Ja, en de aangetekende brief was niet aangepakt. Later toen zijn vriendin belde dat dat mis was gegaan, heb ik alsnog tijd gemaakt om ze te ontvangen. Dus ik wil mensen altijd de gelegenheid geven, alhoewel ik het druk genoeg heb en me liever niet met dit soort dingen bezig hou, om dan hun verhaal te vertellen. En daar heb ik ook naar geluisterd in dit geval. Dat was het punt, want ze waren bij mij. Hun punt is, ze hebben geen bedreigingen geuit. Ze hebben wel de stemmen die gingen omhoog tussen de verzekering, arts en hem. En ze wilden graag hun kant vertellen aan u. Maar ze hebben gezegd tegen ons dan, ze hebben nooit de kans gekregen om te vertellen wat er precies is gebeurd. Het is alleen van de dokterskant gehoord. Wat is de situatie daar? Nou, ze hebben wel de kans gekregen om hun verhaal te vertellen. Het enige wat ik heb gezegd is, ik ga niet in een wel eens niet eens discussie over wie nou wat gedaan of gezegd heeft. Okay. Ik heb gezegd, de arts meldt bij mij, en dat komt bijna niet voor, dat vertelde ik je al, dat hij zich op dat moment niet prettig voelde in die situatie. Dat meldt de arts bijna nooit bij mij. Overigens is het ook, en we hebben duizenden mensen die daar per jaar komen. Dus ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de arts dat zomaar zegt. Bovendien is hij ook door de bewaker eruit gezet, dus het was ook niet zo dat daar ophield. Maar ook in de gang ging dat door. En uiteindelijk heeft de bewaking hem uit het gebouw verwijderd. Nou, dat is bij ons echt geen dagelijkse gang van zaken. Mm-hmm. Dan mag je nog bij mij komen uitleggen hoe dat gegaan is. En op basis van dat gesprek zal ik dan de beslissing nemen. Op het moment dat mensen dan mij gaan uitleggen dat ze, dat het eigenlijk wel vanuit hun perspectief begrijpelijk was en normaal, dan heb ik niet het vertrouwen dat zij de volgende keer als ze bij ons komen dit niet meer doen. Ik sta echt voor de veiligheid van de medewerkers. Op het moment dat iemand binnenkomt en die zou zeggen van, goh, nou, ik zat helemaal niet lekker in mijn veld, ging even helemaal niet met me en ik ben boos geworden, sorry ervoor, dan zal ik daar wellicht anders op beslissen. Maar op het moment dat iemand mij komt uitleggen dat dit eigenlijk wel begrijpelijk was en dat soort dingen, ja, daar heb ik heel veel moeite mee. Ik heb goed geluisterd. Natuurlijk heb je altijd, in dit geval was meneer ook Nederlands niet heel goed machtig. Ja, zijn vriendin was mee, die kon het vertalen. Ja. Overigens versta ik papiamenten ook best wel redelijk. Dus eigenlijk, ook als jij hier een inleiding houdt, dan snap ik wat je zegt. Dus ik had zelf helemaal niet het gevoel van we praten langs elkaar heen. Maar we hebben gewoon een ander
andere opvatting over hoe dit moet gaan. Dat kan. Het is mijn verantwoordelijkheid wie er wel en niet bij SZW binnenkomt. Ik heb daar beslissing over genomen. Ik ben ervan overtuigd dat ik de feiten ken en dat ze voldoende gehoord zijn. Mm-hmm. Maar wat ik zei, mensen die bij SZW werken, maar het gaat ook om andere klanten die in de wachtruimte zitten. Die moeten gewoon in een normale omgeving zijn. Mm-hmm. En daar hoorde dit gedrag duidelijk niet bij. En als er bedreigingen zijn, kunt u altijd bij de politie ook indienen. Dan kunnen ze ook een onderzoek starten. En dan wordt die persoon ook naar buiten. Ja, dat doen we wel als er bijvoorbeeld... We hebben een aantal categorieën van wangedrag. En in de uiterste categorie, dus bijvoorbeeld als er geweld wordt gebruikt, dan ga ik niet zeggen, nou je mag bij mij langskomen. Dan gaan we naar het Openbaar Ministerie, dan hebben we een heel ander verhaal. Dat was hier niet aan de orde. Hier was sprake van het uiten, schreeuwen, dat soort dingen. Nou, dan doen we het op de manier zoals ik die net heb uitgelegd. Dus er zijn wel verschillende categorieën natuurlijk in hoe je je gedraagt. Oké, als iemand, net als deze bijvoorbeeld, een toegangsontzegging krijgt, hoe lang is dat precies? Hoe bepalen jullie dat? Is er een speciale procedure? Het is in beginsel voor een half jaar in dit soort gevallen, de eerste keer. Als het vaker voorkomt, dan wordt het langer. Ik kijk altijd naar de omstandigheden van het geval. Dus op het moment dat iemand bij mij langskomt en hij vertelt zijn verhaal, dan kijk ik gewoon van wat vind ik redelijk. En dan zal ik ook met de betrokken ambtenaar die het aangaat kijken van nou, wat doen we? Uh-huh. Dus in beginsel is het 6 maanden, maar het kan ook wel korter zijn. Dus okay. In het geval dat deze meneer bijvoorbeeld had gezegd, nou het spijt me en ik snap dat dit niet kan, dan was het waarschijnlijk een andere uitkomst geweest. Uh-huh. Maar hoe gaat de relatie dan verder? Want als die persoon bijvoorbeeld die service heeft van SZW, dus die loonderving, of moet hij bij een arts om goedkeuring te krijgen om terug te gaan werken, of blijft die AO? Jullie doen dat via papier of via brief, dan gaat het verder? Want hij moet wel die service krijgen, of hoe is de situatie? Nou, als je niet in het pand mag komen, dat is in principe het probleem van degene die die toezegging heeft, of die ontzegging heeft gekregen. Dus dan moet je je maar gedragen. Dus de gevolgen daarvan zijn wel voor degene die niet naar binnen mag. Als het heel dringend is, dan kunnen we op een andere manier communiceren. Maar in beginsel is het dus, heb je daar wel last van. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld langs wil komen voor loonderving, ja, dan gaat dat niet. Mm-hmm. Dus dat betekent dat in die periode dat je niet naar binnen mag, jouw werkgever ook geen vergoeding kan krijgen voor loonderving, want de arts gaat jou niet bekijken. Oké, dus dan wordt het eigenlijk een probleem van de bedrijf met hem dan? Nee, manier van zeggen. Dat is niet zozeer mijn probleem, zo zie ik het niet. Degene die zich niet gedragen heeft, die heeft een probleem. En dat vind ik ook logisch. Dan moet je gewoon je normaal opstellen als je bij ons te gast bent. Hebben jullie nu meer dan 1 zak met die toegangsontzegging? In totaal 2. Dus het komt bijna niet voor, gelukkig. Ja, en ik moet ook zeggen, dat vind ik ook heel leuk aan Bonaire. Het is een gemoedelijk eiland. En eigenlijk hebben die issues bijna nooit. Dus alleen maar 2 zaakjes. Dus het is niet iets dat telkens terugkomt. Je hebt hem duidelijk gezegd. Ja, en ik vind ook, daarom wilde ik ook graag wel bij jou in de uitzending komen, omdat deze meneer hier geklaagd heeft om dit uit te leggen. Mm-hmm. Maar ook wel om de norm te stellen en te zeggen van, dit pikken wij dus niet. Het is niet zo dat je, als je bij ons naar binnen komt, dat je, als je een beslissing krijgt die je niet bevalt, dat je dan maar kan doen en laten wat je wil. Dat is absoluut niet zo. Oké. Een verzekeringarts, die blijft hoe lang op Bonaire? Of hebben jullie een eentje die echt op Bonaire standaard is, of om de 2 jaar veranderen jullie van verzekeringsarts? Nou, het is niet zo dat we het beleid hebben dat we om een bepaalde periode wisselen. Er zal ook niemand 10 jaar of 20 jaar zijn, maar de huidige arts is er al een jaar. Okay. En die is overigens ook gewend om op meerdere plekken in de wereld te werken, dus ik heb daar veel vertrouwen in. Oké, je hebt het ook gezegd, deze meneer die had problemen met het Nederlands. Hij praat meer papiaments, dus hij zegt, hij begreep het ook niet zo goed tussen hem en de dokter, maar die meisje van hem die zat ook altijd erbij om mee te helpen, praten en zo. Kan er iets gedaan worden aan die communicatie misschien, die soms een beetje moeilijk is? Voor alleen mensen die
Papje Mens praten en die niet een beetje van die Nederlands begrijpen? Ja, dat wordt in de praktijk altijd wel goed opgelost. Hoor. Want okay. Het komt natuurlijk heel veel voor dat okay. mensen, zeker als het dan om medische dingen gaat. Mm-hmm. Kijk, de alledaagse dingen, dat lukt vaak nog wel, maar dan kan dat lastig zijn. Soms nemen mensen zelf iemand mee. Maar het overgrote deel van de mensen die bij SZW werken en ook beneden bij de dokter spreken Papje Mens toe. Dus dat wordt altijd opgelost. Mm-hmm. Ook toen die bij mij was, nou, er was iemand mee die wel goed Nederlands kon. Dus daar waar het nodig was, werd vertaald. En op het moment dat je met iemand praat, dan heb je snel genoeg in de gaten van of je elkaar wel of niet begrijpt. Ja. En op het moment dat jij Chinees praat en ik niet, dan hebben wij vrij snel door dat dat niet werkt. En, dus over het algemeen gaat dat prima. Oké. Voordat we sluiten, hij heeft ook gezegd, de 23e komt de dokter terug of zo. En je gaat eventjes weer praten met die dokter en misschien worden ze opgebeld en dan kunnen jullie weer aan tafel of zo. Heb ik het goed begrepen? Nou, wat ik normaal doe is als iemand langs is geweest, dat ik daarna even met de betrokken medewerker, dat is in dit geval dan de dokter, maar dat kan ook iemand anders zijn, even kijk van, diegene heeft dit en dit gezegd. En dan kan ik dan bepalen, ook de medewerker gehoord hebben, wat nou redelijk is. De dokter is op dit moment niet op Bonaire, die is in Nederland. Dus ik heb gezegd, voordat hij overigens boos wegliep, van met wat je nu hebt gezegd, zal ik nog een keer met de dokter praten. Mocht ik aanleiding zien. Maar dat laat ik ook wel een beetje aan de medewerker over. Van nou, dat kan ook wel wat korter of wat dan ook. Dan wil ik dat best doen. Dus dat heb ik ook tegen ze gezegd en zo doen we dat. Oké, okay. Nou, het is belangrijk dat we die uitleg toch krijgen van jullie kant ook. Dus het is gewoon een normale procedure. Ja. Jullie hebben alleen maar twee zaakjes nu die je moet behandelen. Maar het is niet iets dat telkens terugkomt of zo. Dus... Gelukkig niet, nee, helemaal niet. Oké, okay. En het heeft ook, jullie zitten erop, als er iets gebeurt, dan pakken jullie hem direct aan. En zodat het de service en ook het werk gewoon goed kan lopen bij de SZW. Ja, en de beslissingen die wij nemen, die nemen we op basis van de inhoud en niet op basis van hoe mensen zich gedragen. En daar moet iedereen van op aankunnen. Dus het loont niet om bij ons dingen te gaan roepen of dat soort dingen. Sterker nog, wij accepteren dat niet. Oké, okay. Duidelijk. De heer Brake, dank u voor het komen en voor de duidelijke uitleg. Dus er is een procedure, we weten nu ervan. Maar het is niet gewoon zomaar dat jullie een toegangsontzegging aan iemand geeft, zonder dat er iets is er gebeurd. Sterker nog, wij willen heel graag dienstbaar zijn aan de mensen van Bonaire. Dat doen we graag. Hmm. Alleen, wij verwachten daarvoor terug dat mensen gewoon zich netjes gedragen. Duidelijk. Dank u wel voor het komen. En we zien elkaar zo direct weer terug een van deze dagen. Of iemand anders die komt eraan. Want jullie hebben ook een paar belangrijke mededelingen, heb ik gehoord. Welke zouden dat zijn? Die mevrouw Gert-Jane, die weet het. Maar okay, ik praat... Komt goed. Oké, dank je, Erik. En succes. Dank je. Dank je. Je directeur dan bij de SZW. Je meest explica kieke procedure ta pa lo que ta situación angu por presentar na nang oficina. El avisa bo mens por escucha dan be ku nan ta atende ture caso nan ku e seriedad necesario ta solamente dos personas, dos casos so ting di ende nan ku awardo proibi padrenta na oficina di SZW pa motivo di dan comportacion i ku nanta evaluatu de caso nan prome ku tu makalke decision i algo opi serio mester pasa pa den caso aki nan ayega sinaleo. Pero en todo caso, la visa dame ku dia 23, e doctor ta back, lo volve sinta que doctor pa hai un explicacion mas clata ambe kiko tura soso de i jay nanan e lo sigi vigilai atende caso. Pero en todo caso, te seite explicacion de SZW, nang explica mesora e atende que assunto que mesora maneira que tá. Nós também complica break e diz nós também com mais dembo brunch 99. Ora, Lucita, Ana, por Radio Life 29.9 FM. No puedo olvidar tiempo, quita mata de leche, con los amigos juntos para celebrar y festejar. Con sonido de...
Lucio Ambiente, como la redonda honor. Eso. Un saludo, si comanda también para tu repiscadone. Gracias. Está en sintonía de Life 29.9, como la. Saludo para tu repiscadone, arriba la manga ahí también. Creciendo un antrabau. Tantachela de clavras va a venir. De combinación mexicano. Aquí va con Life 99.9. Algo, llámanos Mesora. Radio Live 99.9 FM, radio 100% escuchar y gustar. A mí de 17 que programação City Live, tudo de sábado 6 para 8 e dia domingo 10 para 12. Já nos tem ambiente aqui, vale, são completo. Breaking News, noticia cubo por confia, tana Life 99. E radio, 100% escucha y gusta, 99.9 FM. Life FM, por radio, por life. E caia domina, nos tiene caia domina. E caia domina, 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 domina. Life 99.9 bro. Ma wak mi oloshi pa mi chaki orario. I me sora mi esende mi radio. Ma bira smile, smile, smile. Oh yeah. Ma lubida. Kumiti problema na kas ma lubida. Kumiti no coração quebra ma lubida. Cada problema. A to pisipi si te queda. E radio. Mi alegría radio de mi corazón 99.9 FM. Merci play de completo con vos ambos actor. Radio Life 99.9 FM ta anuncia e forma nan cubo po escuché online. Subinos website na www.life99fm.com. Click escucha bo radio. Tambe via basila chel bo po click ribe logo di Radio Life 99.9 y via sistema di app download nos app tanto pa Android phones y tambe pa iPhones y bo po escucha nos live y sigue noticia nan tambe. Y nos email pa noticia o cualquier otra información ta info@life99fm.com. Manda bo mail pa nos. Yeah, Nico Beats, Mini,
onder kubo birando, onder kubo bye. Breaking news. Turca minda di ripiente bota tende radio live. For radio for life. Na casta life 99. Den auto life 99. Riba traboku life 99. Hopi love life 99. Radio life 99. Bota surdu si bontende. E radio preferidi tu rende. Paso a que ting ambiente. E emisora ta caliente. Domina e caia di ripiente. Nos radio preferi. Futur tipo di music. E radio 100% escucha e gusta pe public. Ana, por Radio Life 99.9 FM. No por duvidar tempo, que tá batata de leite, conosco a mil junto, pra celebrar e festejar. Com sonido de Nos vamos continuar com mais de notícias na Pavo através de Life FM 99.9. Uma notícia também com nós tem e tem uma notícia com Life 99.30 com a UMINTA de nosso primeiro boletim de notícia Life 99 está em entrada judicial. Quatro malugados em barrio de Rincón, na Caia Xoxori, caminda a detener um suspeitoso também relacionado com o caso de tiroteio que dava da tinha passar na altura de Centrum Gebit, pero em todo caso não se compreende que dava da tinha três entrada judicial a UMINTA Trempan. A UMINTA, alrededor de cinco pachete de UMINTA, hace detenção de um homem de inicial nan YAM, de 28 anos de idade, durante de algum entrada judicial relacionado com um caso de tiroteio em Centrum Gebit de dezembro ano passado. Durante a búsqueda de um caso na Rincón, havia encontrado, entre outros, um quantidade chiquinha de droga e algo parecido num arma de candela. Em sua totalidade, a autoridade policial atende três entradas judicial, dois em barrio de Niquiboco e um em barrio de Rincón, e a realizar uma detenção de sospechoso YAM de 28 anos de idade relacionado com caso de tiroteio que a mina não estava da tira de um auto riba e outro um auto durante que não estava tá correndo, pois essa aqui está entrada na judicial com autoridade policial aqui na Boneiro a conduzir a UE 5 pachete de meinta. Aqui tem uma informação também que nós acaba de receber, que nós acaba de ganhar também. Sei, pois está informe. Dá-me vai que notícia também de Corantan. A FBI está urge mediador para intermediar em conflito com a Fundação Maria Dal. Parman Group, acionista de Enya, tem corte contra Banco Central. Lo persiguies nan culpable per situación di Enya, según nan te informa. Otro di informe nan cu nos ting, a mi volte autoridad nan policial atendiendo diferente caso. E dian aquí, G6 trató di KTK entregar e tiro voluntario. Trató nan a tener walkout pa comunicado información cu no asali, según nan ta informa aquí nan. Den 10 años de Fundación Prevención na Corsou, a diagnosticar 233 en de mue con cáncer na pecho, promé que no andaba de saco no tenía maleza. Que ven de Fundación Prevención está haciendo un gran trabajo, ya que no andaba diagnosticar 233 en de mue con cáncer na pecho, promé quando andava da saco, não tinha maleza. E essa aqui te ajuda em prevenção, que te ajuda em combatir, para sonar a vista acaba. Ora bota na tempo, botin um chance contra de câncer e maneira na vista.
Otro de informe nanku nosting e tenci di parlamentario nan ulandesta si un tiki dolo critica di Corsau a Ruby St. Martin no accaide in Bontera. Según e corante gita ambe ta skibi esa gita relacionata ambe che reunione di IPCO ku a Tumalugá. Otro di informe nanku nosting St. Martin anjeta acepta Schiphol Group TOG. Philipsburg, St. Martin, gobierno di St. Martin, ha decidido TOG va di acuerdo con un rol di Royal Schiphol Group den el proyecto di reconstrucción di Princess Juliana Airport. Tasina con dos luna largo gabinete Romeo Marlin a tener porta duro será, mientras con minister Stuart Johnson a papia di un piratería. E envolvimento di Schiphol den restablecimiento di aeropuerto que queda destruido di Orkan Irma estaba da un condición di parte di Holanda y di Banco Mundial pa por ahí un regalo di 50 millones de dólares pa e reconstrucción. Más allá unos 5 visa banda de 6, Banco de Inversión Europeo te ofrece un crédito contra condición favorable pa un 50 millones de dólares adicional. Gobierno di St. Martin ha nenge oferta e alla casa che lo busca otro finanziadonan. Per il problema sta con il gobierno lo no che mettimento den e assunto nan aki. Per il coinvolvimento di Schiphol e compagnia che lo vai pone su esperto nan in posizione clave passina por mantenere qualità den manejo di compagnia e pone ordu den e organizzazion interno según e informe tambe. Otro de informe nanku nosting tambe. Manema visita tambe notizia nan di deporte, mi te quiere Jaluna War Deporte 99 de Rancasali, ku Ibi Magna Spiar, unto ku Tino de Palm y tambe Tony Anguila aquí na Life FM 99.9. Curso di refri na Boneiro da comisaria 18 di Januari. Campionato di football si guiava e tambe secondo il 40 che ti scrivi. Un pabienna Juliana Angela che compì 86 anni di vita. Danny Royer ta è manager di programma e programma manager manera antavisa anto ta manera notizia live 99 abincunede in forma di primizia cu ting. Lo que noticia Live 99 visa está que tiene tu indicación que Danny Royer lo porta el próximo candidato que también ocupa el puesto de programa manager de programa. Anto ayer el secretario de Estado Knops junto con Jazah Haber Edison Reina a confirma la noticia aquí. Pues lo que for de Jaluna Radio Live 99.9 Abincune, Jazah Haber Edison Reina y también Knops a confirmar y de un comunicado de Arsian nanta anuncia que en verdad Danny Royer ajaña puesto de programa manager. Mi tengo visa si no está ya opi manera de visa opi tristo nivel de algún prensa aquí en Boneiro. Pa sobra, mi te quiere da bon pa tre se cose ki di landi pa tu rende sa di un debiento da supla e ki uega ting. O pi tristu qua aquí na Boneiro mes, den seno di prensa, ora ku un of otro, e porta corant, e porta televisión, e porta radio, ku nanti un primicia, ok? Anto nanta si manera ko skuta la caja da ting. A Wodikon nanta si paso simplemente nan noting e notizia. Anto, bo tingo ke da sportiv den e wega. Anto, bo mese ban serio ke kos nan si pa sobra algun di nanta puntra ko ikens. Kos ku notingo ni ta al caso ne momento ei. Anto, o pi tristo paso e nivel tingo drecha. Pero si no sigue sinegi, e nivel in tabai drecha nunca. Ayer era un miembro de prensa de Puntre, ta combini, ta tin la caja con otro media, tiene información, anto nada oficial ainda. Well, Shonan, me devolve explica un día más pa e
bobo nan kuno te comprende kiko ta hasi periodismo. Af ku portano abai un curso di periodismo, pero kere ku pasobo ta kana ku microfon, ku camera abas a kapotreaz gos nei da periodista vo da gava. Ewa lota di hopi awa dushi. Pasobra periodista natino, nota importe e nota cansa su cabeza che con un altro non ta pubblica o flaghi pubblica. Abotin cu wak pa nampo aia bo notizia na dreci, natino e cu nampo confie. Hopi tristo pa mi racconta punto, bon ta tin la caja, pa so ta combin un media, tiene informazione por me che otro. E notizia di Danny Royer, tal Radio Life 99.9 ta tine pro me. Anto nos tambe a demostra cu nos tin contacto nan direct cu Hulanda pa por dispone di certo informacion. Anto di con mi te bise saki. Botin, por ejemplo, un media na Hulanda cu llama Koninkrijk Relaties.nu cu prácticamente si bori para ta turore tin primicia. Turore tin primicia hasta pro me que comunicado nan di OLB Sali, office nan di RCN Sali. Yuen en da visa nada. Yuen en da vei puntra ta unda tin la caja e inan. Avo di con ora un radio, de caso que estaba da Live 99, atrobe que sempre tinha notícia nan al caso y cubo po confia, of que ta corant extra, of quem que ta otro cubin que ne televisión. Di con ningu vei puntra bonta, convinta ti un la caja la nye, bo sa con duro, e la trari baje pe la nye notícia ora abo portata drumi, of ta canti beach, of ta core bicycle? No toch? In theory, mind manen and bisa your own business. Pas sobra ora Live 99 tra notizia, ta notizia ku bo po confia. Anto lo que te duscita, bo po purba tap ai met, bo po purba busca pasata, se ka ken ai met ai informasyon, bo po core tras di ai met wa kunde ta bai kere, ku bo te bai ai kalke informasyon, bo po wel vergeet het maar hoor. Ora ku un radio na Bonaire, de caso que Live FM ti un primicia, ta masha opi de otro nan tin problema con edi consonan. Sinha, si bo san trabao manera meste asie, stop di core e imita tras di lo que Live 99 ta asi, of busca moda pasa ta kende fuente nan di Live 99 pa sobra, lo botin ku muri bai, volve nan se back, pero jamás y nunca lo bo por dispone de información e ni lobo no añele. Ese es el nuestro butele como statement awe pa sobra ta promevia ta di dos via. Y que me andi purba bien cu cos di bo mes, anto si bo amira cu nos tine, anto que ta verdad, si a biba cu ne. Bo ti mag di copia, e derecho autor nos ta cargue toch pa so nos abini que primicia. Anto nos no tin problema cu manen anta visa cu otro nanta publique pa so ora ta bon noticia. Che tipo di notizie che è bomba di un'informazione corretta? Sei sito più importante. Non cubo di un'informazione che non ti serve, non corretta, non ti serve di un'informazione rettifica. E sei mesi di una vergogna nazionale. Per in todo caso, tutti i magdi, sigui core nostras e sigui imitai trese lo che Live 99 ha costruito. Non c'è un problema che sei. A che da dimostrare che il pueblo gusta escucha e stanguta original. Anto? Te sei te conta, la che non mi complica è l'ultimo break e ci sono sta back den otro brunch 99 che parte final. Ana, por Radio Life 99.9 FM. Lucha ambiente, como la que no se ona bien. Eso, un saludo, si comanda también para tu repiscadone. Gracias, eso. En sintonía de Live 99.9, como la que. Saludo para tu repiscadone, arriba la manga ahí también. Creciendo en un trabajo, ¿eh? Con la
Maar wanneer? Tante Cella! Tante Cella, ¿está clara para su hijo, ¿no? ¡Qué combinación mexicano! Aquí la ponen Life 99.9. Si vomita algo, llámanos Mesora. Radio Live 99.9 FM, é rádio 100% escutar e gostar. A minha DJ Sete, que é a programação Sete Live, todo dia sábado, 6 para 8, e já domingo, dias para 12. Join-nos em ambiente que parece um completo. Breaking News, noticia cubo por confia, Tana Live 99. E radio, 100% escucha y gusta, 99.9 FM, Live FM, por radio, por live. E caia domina, nos tiene caia domina, e caia domina, 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 domina. Ma o acme o lo si fa mi che orario e mi sora mi accende mi radio ma bira smile 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 oh yeah ma lubida come ti problema na cas ma lubida come ti no coração que brama ma lubida cada problema a tu psi psi te queda e radio Radio Live 99.9 FM ta anuncia e forma nangu bo poscuche online. Subinos website na www.live99fm.com. Click escucha bo radio. Tambe via basila chel bo po click ribe logo di Radio Live 99.9 y via sistema di app download nos app tanto pa Android phones y tambe pa iPhones y bo po escucha nos live y sigue noticia nan tambe. Y nos email pa noticia o cualquier otra información ta info@live99fm.com. Manda bo mail pa nos. Yeah, Nico Beats, Mini, Onda Cubo Biranto, Onda Cubo Bye. Breaking News, Turca Minda di Ripiente, Bota Tende Radio Live, Por Radio For Life. Na casta live 90. E nós continuar par minuto nanga que daqui tempo brunch 99 a veguta já vierne. Ayer net mo bei come no un or pa dos or de wori nanda bisami no ta tin deporte si vaso ibe ye ga fe vacanzi e tino da meta pa te però tino lubida di cave door bo come ne ado non stava da den break no no son da por ascuche ori per in todo caso deporte come sa fe iera. Aqui na Live 99, que é a hora de deporte, amanhã é deporte normal. Eu não tenho que explicar, mas isso é o ordem para piada em deporte. Danke, Jos, para um oyente. Eu digo, não, Ibi, estava da tinha ayer, Luti Valentim como invitado. Vamos ver? Ok, danke na nosso oyente, não, ambos.
Great mi de bisavo, mi regina, de viva con un 99.9. Ok, entonces, ese como la haga. Telegui. Y mañana también, mañana ya sabro, tiene deporte mañana, sí, Tino. Bon. Tiene deporte de ya luna para ya viernes, pero deporte estaba de supuesto de comenzar ya luna, otro semana, pero él comenzó ayer. Ya con nuestro colega Ibite y Beck, anto. Nos llama Danke na Marichello, sí, capisce, no, sí, también Tony. Sotino, tati un tiki memory loss, no se tira dos pildoradas en su cabeza y nada, no bien bello un tiki, vamos a ver. En todo caso, así ne con Antaruman, ¿ok? Van a continuar con algo más de noticia de 40, aquí, 40 de 20. E 40 aquí también te avisa, me dice stop con abuso. Aí chega o momento com o Mr. Stop com o abuso contra trador. Esse man aqui é corante que extra publicar um caso de trador, que atrapa um subcontratista para uma companhia grande e renombrada de construção que ainda não paga salário e outro benefício na de luna de dezembro. Lo que está mais irritante está que a companhia de construção local aqui avisa trador que a companhia para qual está trata e está trariba em cargo não paga. Pasine po pague tradonan. Nota a war abuso contra tradonan, principalmente den ramo di construcción de tomando lugar. Tin cierto compañía di construcción que nota pagan an tradonan completo fin di luna, ofta pagan an más lat que ribe día di pago. Pa no papi a mes di tradonan extranjero den construcción. Ta abusando de tradonan aquí que no por vai ningún camino pa sobrananda trando riba permit y cualquier acción que nan tuma nan por bien ta seguro kunang tawardo repatriar para ng país. Tradonan kuta tramas ku e kantidad di oras tipula pa lei sin ningún clase di seguridad. Es Z-Way a anunciar kunang no po asimasya pa sina pone presyon pa donyo nan di trabaho paga ng tradonan na tempo. Nan te referin e kaminda di korte civil kuta durung eternidad pa sina tradonan to po lograyan ng sen. Mientras de caso que donyo di compañía di construcción a passa duche durante cambio de año e tradona mestera conformada en mes na dia na di fiesta. E nota bom que no abai manera nan que pasó na noaya nan sen que na atrape. Ese é um abuso, sim, verdade. E me sento duidelijk. Ando donho na di compañía na di construcción a mí me se buta mana nan coração pasó. Ora bota donho di compañía di construcción, no? Ta maioria de sen ta abota ganele. Ando no porta sina botin un asprak ku esun ku tabo opdrachtgever ke men abote responsabel pa cobra i petrabau i turkoso so de tradonan ku ta demo servicio ta trapa abonanta soru petrabau kana pa turkoso so de ando abote bin visa na no pa so bono ya pago se ke opdrachtgever bono bo paga na nan tingu guarda te ora boya sen ke sa kita para vira. Anteriori nan tingu kita compañía de construcción mesfe bo paso botin suficiente sen pa por cubri y guanta na cierto ocasión que bota guardando sen bini di obdracht caver. No porta sin así, que hambre nan ta tra. Anto fin di luna ta llega, nan tingu que ta guardar y bo paso bota guardando sen ya. Absurdo, abnormal, abuso di poder e cosa que ta. Paso obra, ta cuando sen lo bo portina paga ne tra donan, que bo no bo paga nan. Afo no tingu tu metra bou. Bota bisa também obdrachtgever, se abo não te losse sem, anteriore a mi te pare trabalho nan aqui, pois o mi não posigui pague tradonan, anteriore bo paga, mi te buta nan segui tradonan, anteriore bota mira, con o obdrachtgever também te losse sem mesora, pois o, em que pe projecto wanta, anteriore cai atrás, que tu resina que meni, mester stop di assi, cos di chambong manen anta bisa, na bom papiamento que tradonan den mundo di construcción dambe. Estan, que ta tuma trabalho, ta responsabel pe tradonan aki. No la gan entrar entero un luna, anto bimbisa na no, mi aña se andi obdrachtgever ainda, anto ya, vos andi en guarda. No, se e nota bon, e cose y me este guac un camin da pa cana, si pa sobra, e tradonan aki dan betina en derecho, bon po abusar di tradon de forma ei. Anto, ta problema di e doño di compañía di construcción, que obdrachtgever que ta trape, pa su si no din sen. Afeta basilabu, ba perde tempo di ala kita e stop di trape mes. Rincontin su team di baseball Little League Beck.
Real Rincón lotta in het torneo CONCACAF na Corsau. Tabai din participation di Gestres Club. E torneo guida di 5 di April pa G5 di April 2019. Tremendo manen anta visa. E na Corsau dambe, ave non stava datine de notizia dambe gava. Autoridad nang na Corsau después de ricibi un tip di un ciudadano na Corsau. Camira guti costan strano da tomando lugar. Mi tengo visto con mesora nang ameldu. Cuerpo policial y cuerpo policial a atender mesora dambe ku e caso aquí. Kiko te información con nosotros na vementa. Un via más malhechor nang na Corsau a intentar di bula otro machine di ATM. Ayer anoche lat pa awe marduga. E bia kita bata e ATM di Hero Bank na Coriweg. Caminda autoridad tan ku actuar rápidamente a logra localizar tipo nangu dabata de un vehículo sospechoso clapara pa baibula e ATM di Hero Bank na Coriweg. Ora nangan e tip ser un ciudadano camira movesión extraño. Mes horas tarde un persecución y den e persecución autoridad tan mestera los tiro dirigi ribe vehículo pa apara e saquinan. Un de hombre nang den el vehículo aña bala na altura de su brasa y también na altura de su pilla. Y aquí nanan el auto va dal y algún abaco rebay mientras que autoridad nan a logra pone mangriba dos de el sospechoso nan. Pues, después de investigación, cu autoridad nan a los algún tiro dirigir y be auto, bala alcanza un dinan na pilla cu brasa den el área de cuartir. El auto va a dar de una muralla. Aquí policía logra detener dos de sospechosos nangu que era bula. Otro ATM na Corsau. Ayer anoche lata o en Marduga. El otro nanga corre va a ir en área, pero policía en área será en busca de sospechosos nangu aquí, pero sin andin dos caba. Probablemente, ahora con interrogación con cosas que comisar tu maluga, nang lo llega na e otro nang. Pasó nang lo saca foto kengu ken. Tamo veunto, pues, sin lugar a duda, bon trabajo de policía na Corsau pa comisar desmantelar es nan kuta comete. E acto peligroso aquí usando gas pa bula ATM nan y trata de saca el lachi nan babay que placa cash. Shonan, nos tebe clausura bo brunch no 29. A mi te meata yubi dangi pa bo sintonía, seguida en compañía. Di Radio Live 99.9, boletín principal di noticia Live 99 Tanaka Minda y a ver merdía di un hor pa dos hor a vos itino de palmas y seña como aquí Deporte 99 Ibi Magnus Piar tino de palmi dame Tony Panchito Anguila Deporte 99 di un hor pa dos hor que ven di no di guárate ya luna ayer awe y después di weekend. Sigue con ella luna también. Nos debe identificar el radio 100% escucha y gusta para después voy a el boletín principal de noticias de martes.